In de kathedrale basiliek van Sint Petrus en Paulus heeft op zaterdag 25 december de pontificale hoogmis van de kerst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door president Chandrika Persat Santokhi en First Lady Melissa Santokhi Sinachery. Bisschop Karel Tsuni overhandigde bij deze gelegenheid een schilderij aan het staatshoofd. De communicatiedienst Suriname sprak twee bezoekers na afloop van de dienst. Ik denk dat de bonchineur de zere snaar goed geraakt heeft. Inderdaad, u weet, ik ben in het dagelijkse leven, doe ik gemeenschapswerk. En je kan inderdaad de gang van zaken tussen arm en rijk steeds weer merken. Het wordt alleen maar erger. Ik hoop in ieder geval dat met de kerstboodschap van de bisschop en de beleidsmakers, een aantal waren vandaag in de dienst, dat zij dat meenemen en kijken van oké, hoe kunnen we als mens, mens blijven en mens helpen. Omdat het niet te doen is in die achterwijken, in die buurten. En inderdaad, de Surinamer die wordt materialistischer. De Surinamer wordt gierig, zoals ik het een keertje gezegd heb. En inderdaad, wat onze monsieur vandaag zegt, laten we ook kijken naar die kloof. Dat het kleiner wordt en dat iedereen kan deelnemen aan. Het zijn de economische activiteiten, het zijn aan de welzijnsactiviteiten, het zijn het stukje welvaart. Iedereen, zo kijk ik er tegenaan. Nou, positief. Het is voor iedereen een beetje moeilijk. Maar ik denk dat met de vooruitzichten die wij zelf hebben als mens. We hebben doelen natuurlijk voor ogen. Dat denk ik dat je doelen achterna zal streven. Maar als ik het grote plaatje kijk van mijn werkzaamheden, dan ga ik het goed tegemoet. Ik zie een aantal dingen die we samen met bijvoorbeeld de mensen van La Tour gaan doen. Het wordt allemaal mooi, ik weet het. Tussen al die drukte en tussen al die moeilijkheden door, is er nog altijd een gaatje. En die moeten we proberen te vullen. En dat kunnen we vullen met vreugde en liefde. En het gaat gebeuren. Dat we inderdaad als die echte Surinamers naar elkaar toe groeien. Dat we elkaar ondersteunen. Dat we elkaar blijven helpen. Weet u, het is nou lastiger geworden voor mensen om ondersteuning te geven. Mensen willen eigenlijk niet eens meer vrijwillig wezens zijn. Je kan ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen, omdat het leven duur geworden is. En dan nog zeg ik, laten we toch als samenleving proberen om samen te kijken naar de dingen die ons bindt. Om samen te kijken hoe we toch een stukje ontwikkeling kunnen brengen. Om samen te kijken hoe we toch nog het leven zin kunnen geven. Het afgelopen jaar was een beetje zwaar. Of ja, een beetje zwaar, voor anderen weer heel erg zwaar. Maar het afgelopen jaar was vol levenslessen. En ja, in moeilijke tijden hebben we, ik denk, meer de kans om meer te leren. Uit de moeilijkheden en meer een mogelijkheden te creëren voor onszelf om toch eruit te komen. So, het afgelopen jaar was voor mij meer om veel meer te leren en veel meer uit mezelf te halen. Ik hoop wel voor het beste dat het wat beter gaat, vooral met onze economie. Ik hoop dat het beter gaat, dat er meer aandacht wordt besteed aan de sociaal zwakkeren. Dat die meer geholpen worden, dat er naar ze wordt gekeken. En ook aan die mensen wil ik zeggen dat ze de hoop niet moeten opgeven. In elke moeilijke situatie is er ook iets goeds uit te halen. Zoals je iets positiefs uit wil halen, zal je die altijd vinden. Dus niet al te veel gaan letten op de negatieve, maar meer op de positieve. Want die kunnen we altijd uit elke situatie vinden. Yeah.